Mensen met autisme, veel mensen met autisme hebben last van allerlei prikkels. Hoe kun je dan toch die kerst doorkomen en het wat prikkelarmer maken? Of in ieder geval werken aan reductie van prikkels? We hebben jullie altijd gevraagd om met wat tips te komen. Ja, Lisette, mag ik met jou beginnen? Ja. Wat is jouw tip? Een belangrijke gebeurtenis bij kerstmis is natuurlijk heel vaak het kerstdiner. En om even bij ons onderzoek naar geluid te blijven, of het onderwerp geluid. Je merkt bij zo'n diner dat altijd heel veel geluid is. Geluiden uit de keuken, gesprekken die door elkaar gaan aan tafel. Misschien een achtergrondmuziek die aanstaat. En je kunt wel proberen af te spreken van we houden ons rustig en we spreken niet allemaal door elkaar heen. Maar dat lukt heel vaak niet. En wat ik heel vaak terughoor van mensen is in plaats van te vragen of er zo min mogelijk geluid kan zijn, helpt het mij ook als ik me even richt op één specifiek bepaald geluid. Dus die achtergrondmuziek kan soms heel erg helpend zijn als je je daar even op kan richten. Oké. Cor. Ja, ik zou eigenlijk een beetje bij het begin willen beginnen. Dus mensen met autisme zie je ook vaak dat er wel eetproblematiek is. Hè. Het voedsel wat niet goed verdragen wordt in de mond. Dus ik zou zeggen, zorg of je nou thuis gaat eten met anderen of dat je bij anderen gaat eten en je schuift aan. Zorg in ieder geval dat je al invloed hebt gehad op de menulijst. En dat je weet dat er bepaalde gerechten bij zitten die je prima kunt verdragen en waar je van kunt genieten. En dan kun je die andere gerechten waar je meer moeite mee hebt laten staan en dan ben je toch een deelgenoot van de tafel, ja. En kun je je eigen gerecht eten. Bedenk samen het menu eigenlijk. Bedenk samen het menu, ja. Lisette. Ja, nou ja, wat mij ook belangrijk lijkt, als je het over het kerstdiner hebt, is de plek aan tafel. Zorg misschien dat je een wat rustigere plek kan kiezen, bijvoorbeeld op de hoek. Dan heb je ook niet van alle kanten geluiden om je heen. Maar let er dan wel op dat je niet daar gaat zitten waar de gastheer of de gastvrouw steeds langs loopt om de gerechten uit te sferen of te doen. Nee, dus al die beweging heel drukste dicht plek aan tafel, de drukste, ja, plek eigenlijk alsnog hebt. Dus denk goed, ja, na over de, ja, tafelschikking. Ja. Overigens, dit zijn tips die niet alleen voor mensen met autisme gelden. Hè? Die gelden misschien voor iedereen. Ja. Ja, een andere belangrijke tip vind ik wel dat je zorgt dat de maaltijd al dusdanig op tijd klaar is. Dat je voor het kerstdiner nog of met z'n allen of met een deel van de mensen naar buiten kunt. Een flinke winterwandeling kunt gaan maken. Lekker een uur, anderhalf uur door het bos wandelen. Waardoor je eigenlijk al door het bewegen een voorwaarde creëert om het daarna aan tafel een tijdje adequaat te kunnen doen. Ja. Jij nog een tip? Ja, nou even los van het kerstdiner, daar hebben we natuurlijk veel over gehad. Maar ik denk als je het hebt over kerstmis zelf, en je gaf het al aan, er is heel veel versiering, heel veel lampjes. En je zou jezelf kunnen afvragen of het nou echt nodig is dat je al de weken ervoor en na kerstmis al die versiering in huis hebt. Of dat je het kunt beperken tot op kerstavond tuigen we de boom op en hij blijft 2 dagen staan en dan is het klaar. Dan is het ook heel duidelijk wat de kerstdagen zijn en je beperkt de prikkels in huis. Nou, de laatste tip voor jou? Ja, dat is goed. De moeilijke momenten aan tafel zijn vaak de momenten van het wisselen van de gerechten. De borden gaan van tafel, die worden op elkaar gestapeld. We zagen net in een filmpje van Temple Grandin wat het ongeveer met je kan doen wanneer je de borden hoort stapelen, het bestek erop hoort vallen. Normaal, dus hè? Ik zou in ieder geval zeggen, zorg dat het kind of de volwassene op die momenten ook even van tafel af mag. Dat hij niet moet blijven zitten tijdens de wisseling van de gerechten. Maar dat hij even een spelletje kan gaan doen, even kan weglopen, even naar buiten kan rennen. Misschien ingeschakeld kan worden om even iets uit de kelder te halen. Of buiten een lampje aan te doen of wat dan ook.